Leiden komt knap terug. Het werd gelukkig toch nog een echte wedstrijd. Ja, kijk, we waren echt slecht aan de wedstrijd begonnen. We kwamen nergens doorheen. Iedereen zag dat mensen kapot waren van de games hiervoor. Liep een beetje op. En ik zei ook in de huddle van, joh, er zijn zoveel mensen naar ons toegekomen vandaag. Laten we gaan vechten. Laten we gewoon alles geven wat we hebben. Wat we ook aan het begin proberen natuurlijk, maar dat lukte gewoon niet. En ik ben blij dat in derde kwart in ieder geval een stuk terugkwam en dat we in ieder geval wel een game kunnen geven. Want dat zijn we ook wel waardig. Ik denk dat we hard hebben geknokt in de play-offs om hier te komen. En iedereen had ons afgeschreven tegen Zwolle. Hebben we toch verslagen. En kijk, het is nu 4-0 geworden. Het is een sleep geweest. Groningen is een erg goed team. Maar ik denk dat we wel trots mogen zijn op onszelf dat we zo ver zijn gekomen in ieder geval. Kijk, wij willen kampioen worden. Alleen als je dan ziet hoe goed een tegenstander presteert. En niet alleen in Nederland, maar met name ook internationaal. Dan denk ik dat je gewoon heel reëel moet zijn. Dit was het maximaal haalbare en dat hebben we eruit gehaald. En dat hebben de jongens fantastisch gedaan. Samen met het hele team en de coaches fantastisch gedaan. Ja, het werd een gelukkige wedstrijd. We hebben de tweede helft hebben we beter verdedigd. Als het team echt zonde was en als het team te verdedigen. Maar ja, je ziet uiteindelijk dat de kwaliteit wel omhoog komen. Dit is de Groningen, nummer 2 van Europa. Dus het is jammer. Het was een geweldig seizoen, 2 keer in de finale staan. Dat moeten we sowieso blij mee zijn, maar het is jammer dat je 4-0 verliest. Geluk moet je soms afdwingen. Ja, ik denk dat we veel afgedwongen hebben. Vooral respect met onze manier van spelen, terugkomen. En uiteraard proficiat aan Donar, maar ook proficiat aan alle spelers, alle supporters, iedereen in Leiden. Ik vind dat wij een heel goed seizoen hebben gespeeld. Een paar wedstrijden dichtbij. We hebben blessures gehad halverwege de play-offs. En we waren gewoon eigenlijk een beetje vermoeid. Je zag het op vlagen. Alleen de eerste helft, dan zag je het al. Ja, precies. Op vlagen zie je toch wel dat zij steeds met verschillende spelers erin komen. En dat is jammer. Ik denk dat je gewoon heel reëel moet zijn. Als we kijken naar de hele ploeg van Groningen die op alle posities dubbel bezet is. Dan is het uiteindelijk een kwestie van geld. Onze basis 5, misschien wel 6, die kunnen goed opboksen tegen Groningen. Maar als je met 10 man in de rotatie kan spelen, of met 6 man in de rotatie, dan ga je zeker in een serie van 7, dan ga je er een keer gewoon vanaf. Dat hou je niet vol en dat is ook wel gebleken. Betekent dat dan dat er meer sponsors of een grotere sponsor of dat soort dingen? Of zit je al aan het plafond hier in Leiden? Nou ja, kijk, als je kijkt hoe bij Groningen dit jaar gedraaid heeft, dan kun je zeggen dat Groningen in een paar jaar tijd naar een echte, nog grotere, vaste supporterschare is gegroeid. Dat lukt ons hier niet. Wij zitten aan 2000, 1800, 2000 en that's it. Ik denk dat de toekomst voor ons, als we echt willen presteren, gewoon een grotere hal is. En dat is wel een probleempje. Maar kan er ook niet ook een combi zijn, hè? Leiden gaat een halve 2000 bouwen, maar in de zomer zou je misschien kunnen uitwijken naar het nieuwe ijshal en zo. Zijn dat dingen die jou al bezighouden? Nog niet. Laten we eerst maar eens kijken of al die accommodaties er komen en hoe ze eruit gaan zien. En wij willen wel kijken of we in 3 jaar tijd kunnen aanhaken bij Groningen. En dat betekent in ieder geval dat we op zoek moeten naar een locatie met minimaal 3000 stoelen. En dat zullen we gaan doen. Dat is een ferme uitspraak, hè? Want dat betekent inderdaad, van als het hier niet kan, dat je om je heen gaat kijken. Als we Europees willen spelen, zullen we moeten. De gemeente Leiden wil het niet mogelijk maken. Alle begrip, eigenlijk niet. Maar dat is een gegeven. We wil niet, kan niet. Dat accepteren we. Maar als wij onze ambities willen vormgeven, dan zullen we iets anders moeten doen. En je noemt daarbij het getal van 3 jaar. Ja, dat vind ik een mooi getal. Zo zijn we ooit begonnen. In 3 jaar iets neerzetten en daarna oogsten. Dus dat lijkt me in dit geval ook mooi. En dan zitten we ongeveer, denk ik, in 2021. Als je als sporter meer dan alles geeft, moet je altijd tevreden zijn. En ik denk dat wij dat kunnen zijn. Dat zie ik ook aan het publiek hier, aan de appreciatie. We hebben niet opgegeven, geen seconde. Niet in de halve finale, niet in de finale. We hebben het Donar heel moeilijk gemaakt. Ze zijn in mijn ogen de terechte kampioen. Maar we hebben het hun verschrikkelijk moeilijk gemaakt. En daarom ben ik heel fier op mijn groep. Ja, ik ben super, super blij op de 12, 14 spelers die het hele seizoen klaar stonden. En
En ja, de vechtlust was er, alles was er, coach en de staf, iedereen omheen, de fans. Ja, het was een geweldig seizoen. En het is jammer dat het niet beloond met een prijs. Kijk, vandaag, Michel, we hebben 15 vrijworpen en verliezen met 7 punten. Maar oké, ja, dat hoort erbij. Maar ik denk, dit is een mooi einde van het seizoen, vind ik. We hadden graag nog een beetje langer doorgedaan. Maar ik vind dat we fier mogen zijn op hetgeen dat we tot vandaag gedaan hebben. Ja, ik ben in ieder geval blij dat ik weer op het veld sta. Jammer dat ik niet zoveel impact had op deze wedstrijd. Maar zoals ik zei, ik ben trots op mijn team. Ik ben blij dat ik in ieder geval een klein beetje mee heb kunnen strijden met ze in de play-offs. Want ze misten me echt in de halffinale, ze misten me echt in de kwartfinale ook. En ja, het is zonde, maar ja, zoals ik zeg, ik ben wel trots.